Oké. Wij zijn gevraagd om over onze ervaringen, praktijkervaringen met de Leidse MOOCs te spreken. Gideon is dus gelegenheid om hem later te ontmoeten. Hij was verhinderd, maar zoals jullie mogelijkerwijs hier kunnen zien, wij werken beide bij het Center for Innovation De Heek. Dat is een onderdeel van onze Haagse campus, van de Universiteit Leiden dus. En wij richten ons, en dat staat hier in wit wat lastig te lezen, op research innovation, op learning innovation en het stimuleren van ondernemersvaardigheden, entrepreneurship. Ik kom daar straks nog iets op terug, want hier is het idee voor de eerste, het initiatief voor de eerste MOOC ontstaan. Maar eerst, en dan ga ik even kijken met welke, yes, ik naar de volgende sheet ga, waar we het over hebben. Leiden staat op dit moment op Coursera met twee MOOCs, die zijn aangekondigd. De eerste was Stefan van de Boogaard, introductie in Europees recht. En de tweede is Edwin Bakker over terrorism en counterterrorism. Wij zijn in september vorig jaar overeengekomen met Coursera dat wij een experiment gingen uitvoeren met één MOOC. Die is in november ook met omschrijving nou op Coursera aangekondigd. Dan zie je meteen voordelen van zo'n platform als Coursera, want wekelijks komen daar zo'n 1000 aanmeldingen bij. Het is ongelooflijk. Ook al zeggen getallen niet alles, hè, waar we het over gehad hebben. We staan inmiddels, als ik kijk voor deze twee MOOCs bij elkaar op het aantal, het aantal studenten is van de Universiteit Leiden bij elkaar. Dus het zegt toch iets. Eigenlijk is het zo snel en zo goed ontvangen, ook binnen de universiteit zelf, dat we sneller dan verwacht zijn gaan schakelen en in februari partner zijn geworden, formeel partner van Coursera. En daarmee het commitment aangaan voor 3 MOOCs per jaar. En veel mensen vragen, wanneer begint hij? Wij plannen eind mei, begin juni. En over een paar weken gaan we de knoop doorhakken. Laat zich raden. Dat het is een experiment. En wij willen wel de zekerheid hebben dat we die deadline dan ook werkelijk gaan halen. Eerst iets over waarom Leiden voor MOOCs kiest. Dan wil ik ingaan op hoe is het tot die besluitvorming gekomen. En dan een hele hoop praktische ervaringen die wij tot nu toe hebben opgedaan. En nogmaals, ik kan dus alleen maar praten over het produceren van een MOOC. Want echt uitvoeren, daarin kan Frank straks al meer vertellen van de UvA. En wij gaan dat in mei, juni ondervinden. De reden waarom vanuit het Center for Innovation het initiatief is ontstaan voor een MOOC is leren over leren. Hoe kunnen ontwikkelingen rondom MOOCs, hoe kunnen die het campusonderwijs ondersteunen? Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar dit is een van de belangrijkste vragen die wij hebben. We zien dat zowel in de zin van het maken van een MOOC brengt al heel veel zaken op gang. Discussies over wat is goed onderwijs. Discussies onder hele docentgroepen, vakgroepen over zaken als peer grading. Ontzettend interessant. Het is nu een functionaliteit. De geautomatiseerde peer grading, dus het nakijken van het beoordelen door je peers van essay-opdrachten, kan nu in Coursera. En het zou wel eens heel interessant kunnen zijn voor een faculteit als rechten, waar je 1200 eerstejaars hebt, om dat ook te gaan invoeren. Dus in die zin, als je vertelt dat dat mogelijk is, dan hebben de meeste mensen, kijken je nog heel ongelooflijk aan. Het gebeurt al op Coursera. Dat is een van die krachten die wij merken dat die MOOC-ontwikkelingen teweeg brengen. We kijken ook naar welke elementen dus van MOOCs kunnen wij in ons eigen onderwijs gebruiken. Het eerste Flipped Classroom project is ook gestart. Tweede reden is de uitdaging. Hoe kunnen wij bijdragen aan nog betere MOOCs? En dan doen wij dat graag van binnenuit. Dus we zijn partner geworden van Coursera. En ook met het uitgangspunt, wat kunnen wij nog gaan toevoegen met het bestaande
systeem wat er is, maar wat zich natuurlijk ook continu ontwikkelt, vanuit de ideeën die wij hebben over onderwijs. En we kijken ook, we zijn nu heel tevreden over de samenwerking met Coursera, maar wij zien ook de Europese context, de Nederlandse context. Mogelijkerwijs zijn er andere consortia. We weten niet waar we over 2 jaar staan. Dus wij houden onze ogen daar zeker ook voor open en praten erin mee. Welke consortia zijn eventueel ook een goed alternatief? Nou, de derde is een reden die we ook heel sterk bij docenten zien leven. Hoe bescheiden ook, maar hoe kun je met een MOOC, dankzij het feit dat je met een wereldwijd publiek te maken hebt van deelnemers, een steentje bijdragen aan het oplossen van vraagstukken? Of aan het inzicht op wat is terrorisme en wat is counterterrorisme? Wat kun je tegen terrorisme doen? Vanuit een academische vraagstelling uiteraard. En de cursus Introductie Europees Recht gaat in op de eurocrisis. Eigenlijk zou iedere politicus en iedere ambtenaar die cursus ook moeten volgen. Dus op die manier hopen we ook, kennisvalorisatie is natuurlijk een belangrijk onderwerp ook, een bijdrage te leveren. Hoe is het ontstaan? Dit is, ik ga het niet helemaal behandelen, maar bij het Center for Innovation zijn wij ongeveer 1 jaar geleden begonnen met een strategie om het onderwijs, met name op de campus Den Haag, te innoveren. We zijn begonnen in de linkerfase, voor zover te lezen is de ideatiefase. MOOCs waren al vrij snel in beeld toen. Dat is ook omdat Leiden al een aanloop had. Wij hebben een aantal jaren samen met onder andere TU Delft gewerkt aan opencourseware. En dat maakte dat MOOCs al vrij snel ook in het vizier waren. Dat wil niet zeggen dat je het gaat invoeren, dat je kunt starten, maar de visie was er. En toen zijn wij op een gegeven moment met een aantal docenten, een brede doelgroep, studenten, mensen van gemeentes, noem maar op, zijn wij scenario building gaan doen, wellicht bekend. En hoe ziet het onderwijs van de campus er in 2030 uit? En dat heeft geleid tot een bottom-up beweging om MOOCs te gaan maken. Daar is een docent vanuit de rechtenfaculteit, die zelf een specialisatievak geeft, ontzettend gegrepen door de mogelijkheden. En die heeft ingangen gecreëerd. En zo zijn we uiteindelijk bij Stefan van den Boogaard terechtgekomen. Dan was het ook wel nodig dat het college van bestuur uiteindelijk ook hierachter stond, want Leiden staat op Coursera. Maar de eerste beweging is dus bottom-up ontstaan. Nee, volgende fases, we hebben dus nu experimenten en projecten. En zo gaan wij stap voor stap weer leren van die projecten en vervolgstappen definiëren. Oftewel, klein beginnen, heel veel leren, snel leren en verder schalen. Dat is nu de aanpak en sneller gegaan dan we gedacht hadden. Dat is over hoe het ontstaan is, het initiatief. En dan nu naar de feiten toe. Ik heb eerst wat feiten op een rijtje gezet. Beide cursussen die wij doen hebben een doorlooptijd van 5 weken. We hebben vrij standaard volgens de Coursera opzetten, jullie vast allemaal wel eens gezien hebben. Videocolleges, een stuk of 6 per week. We hebben daar multiple choice vragen bij. We hebben per week een opdracht. We hebben casussen, leesmateriaal, het forum zullen we inzetten. Peer assessment, vooral voor gamma en alpha vakken, belangrijk. Een eindtest, studenten krijgen een statement of accomplishment. We mogen niet certificaat zeggen, dat is weer wat anders, maar statement of accomplishment. Waarschijnlijk op 2 niveaus, dus dat er een light track is en een advanced track, waarbij mensen er meer tijd in willen stoppen. En een van de voordelen van de samenwerking met Coursera is bijvoorbeeld ook dat je wilt de leesstof ook gratis aanbieden. Dan kun je kijken wat is er open access. Maar de voorkeur van de docent gaat toch uit, in dit geval, naar een boek van Oxford Press. Coursera doet de onderhandelingen om het mogelijk te maken dat dat boek of delen van het boek tijdens de duur van de MOOC gratis beschikbaar zijn. En dan het proces. 30 videocolleges opnemen. We hebben nu de aanloop gehad. We hebben ontzettend veel geleerd over wat werkt en wat niet werkt. En we gaan nu beginnen. De eerste 2 zijn gemaakt.
En we hebben dus nog 28 te gaan, doorlooptijd van nou, pakweg 3 maanden. Een geschatte tijdsinvestering voor de hele MOOC, dus het ontwikkelen van de MOOC, het begeleiden van de MOOC als die draait, is, en dat zal moeten blijken, denken wij 5 weken voor de hoogleraar. En die heeft een jonge docenten als rechterhand, die daar zo 9 weken aan besteedt. We zijn zeer enthousiast begonnen. Ik kan straks daar even iets over laten zien met studentassistenten die zeer vaardig waren in het maken van video's. Dat bleek toch nog niet genoeg en niet genoeg snelheid op te leveren. Dus we hebben een regisseur ingeschakeld inmiddels. We hebben een dedicated studio en we hebben een volledige testrun gepland voordat we echt live gaan met de cursus. Nou, dit is zoals we begonnen zijn. Wat je rechtsboven ziet, is, zo zijn wij begonnen. Het standaard advies van Coursera. Hoe die studio eruit ziet, lampen. Een webcam die zo voor je ogen op ooghoogte staat. Een microfoontje bovenop het beeldscherm. Een tablet, zodat je ook op sheets kan schrijven. En al vrij snel bleek dat dat dus niet de manier was, om een heleboel redenen. Inmiddels hebben we een dedicated studio. Wij dachten ook, je ziet ook wel bij Coursera docenten voor een boekenkast zitten. Het leek ons geweldig. De docent in kwestie heeft een prachtige kamer. Maar het was toch niet echt haalbaar om daar voor elk filmpje al je spullen naartoe te sjouwen en alle belichting in te stellen. En, dus dedicated studio. De docent zit ook niet. Dat paste niet bij zijn manier van presenteren en van spreken. Dus uiteindelijk hebben we een vorm gevonden waar iedereen zich zijn hang bij voelt. Met name hij. En dat is staand. 2 camera's op statief, zodat je 2 verschillende uitsnijders tegelijkertijd kunt opnemen. Scheelt tijd voor de docent, tijd voor de studenten. We zijn nog aan het kijken of hij met autocue wil werken of niet. Dat soort dingen moeten we nog bepalen. En we hebben een heleboel gestroomlijnde protocollen voor de studenten. Die heeft die regisseur dus allemaal ontwikkeld om de deadline te kunnen halen. Want er gaat al gauw heel veel extra tijd in zitten. Een heel ander punt. Wie is ons publiek? Daar hebben we ook goed bij stilgestaan. Want je hebt een enorme diversiteit. Heel veel landen. Wat wij weten nu is uit Google Analytics. Deelnemers uit 78 landen. Heel veel bijvoorbeeld uit Spaanstalige landen. Brazilië, Rusland. En ja, de personen weet je niet. Het enige wat je kunt zien is mensen die tweeten dat ze zich aan hebben gemeld. Van scholier tot jurist. Vertalers, kunstenaars. Vast een heleboel mensen zoals jullie. Dus we hebben ook we hebben een stuk of 8 typologieën besproken. En we hebben ons ook weer beperkt. We hebben gezegd, dit zijn de paar profielen waar we ons echt op focussen. Je moet keuzes maken. Je kunt niet iedereen te willen zijn. En al helemaal niet wat we de toerist noemen, zoals de meeste van ons snuffelen aan een heleboel cursussen, maar ook de familie, de vrienden, de secretaresses, iedereen die benieuwd is, hoe is dat nou? Dat is een categorie die welkom is, maar waar we ons natuurlijk niet op focussen. Het is de uitdaging om een aantal doelgroepen waarvan je denkt, voor hun is het meest geschikt, om je daar cursus op te ontwikkelen en ook het verwachtingen aan het begin straks duidelijk te managen. Want een van de dingen die je in de MOOC ziet die al gelopen hebben is de discussies op fora van mensen die het veel te makkelijk vinden of veel te moeilijk. We hebben gezegd, laten we dat aan het begin goed managen. Als mensen dat daar dan alsnog over gaan klagen, wat geheid gaat gebeuren, dan kunnen we daar in ieder geval naar terugverwijzen. En we hopen natuurlijk teleurstellingen te voorkomen. Nou, en dan een vraag die ik ook heel vaak krijg, wat kost het? Ik kan alleen maar elementen geven van de investering waar we het over hebben. De tijd van de docent. Wij hebben een cursus van 5 weken. En wij gaan er ook vanuit dat de docent ongeveer 5 weken, dus 5 keer 40 uur, 200 uur daarin zal investeren. Maar maak je een MOOC van 10 weken, dan heb je het alweer over andere aantallen. De tijd voor de junior docent, dus wij zeggen 9 weken. Dan heb je content en videoproductie. Je kunt het zo mooi maken als je wil. Volgens mij kun je hier ontzettend veel kosten in maken. Wij focussen ons vooral op videoproductie. En
daarbij hebben we dus 3 tot 4 studentassistenten elk voor 10 uur gemiddeld. Dus reken maar uit. En dan voor de duur van minimaal 4 maanden. We hebben een studio ingericht die er op de campus nog niet was. We hebben een regisseur ingehuurd. Die regisseur, dat was eigenlijk ons uitgangspunt. Je kunt niet een professionele regisseur betalen voor de hele, voor alle MOOC-opnames. Dus hij heeft vooral een coachende rol gehad. Hij heeft protocollen helpen ontwikkelen. En de studentassistenten helpen om een slag in de professionalisering te maken. Je hebt onderwijskundige adviseurs, nou ja, dan hangt het er vanaf. Zijn die binnen jouw instelling, zijn die er? Gaat het meer over prioritering? Of zijn dat kosten die je onderling als afdelingen doorberekent? Dat is ook een logisch persoon om de liaison te zijn naar Coursera. Je hebt projectmanagement en wat we merken, absoluut niet te onderschatten, is aandacht voor interne en externe communicatie. We hebben daar afdelingen voor, maar je bent daar ook ontzettend veel tijd mee bezig om een goede communicatiestrategie neer te zetten. En dan een hele belangrijke, het is voor ons een project om te leren over leren. Dus wij willen goed en veel evaluatieonderzoek doen. Het zijn allemaal kostenaspecten. Dan kunt u voor zichzelf waarschijnlijk wel een optelsommetje maken. Wij hebben de keuzes daarin gemaakt op basis van die doelstellingen van ons. Dus leren over leren. En dat brengt mij op deze sheet. Zijn er nog vragen? Iemand gaat nou met de microfoon rennen. Als die 5 weken voorbij zijn en jullie hebben, je zei het al, die videoproducties allemaal gemaakt. Mag die docent straks de videoproducties ook in de gewone lessen, reguliere les gebruiken of vrij beschikbaar stellen? Of is het materiaal van Coursera? Nee, in het contract van Coursera ligt de IP ligt bij de docent of bij de instelling, net hoe dat lokaal geregeld is. En wij proberen nog steeds het uitgangspunt vast te houden dat die filmpjes ook open beschikbaar gesteld kunnen worden. Dan is het aan de docent of die dat gaat doen. Maar wij merken wel dat we tegen het copyright-verhaal van alle gebruikte afbeeldingen aanlopen. Want Coursera is natuurlijk een commercieel platform. Dus er is, het zal ervan afhangen of er in het public domain dan voldoende beeldmateriaal is. Of dat kan. Dus op zoiets gaat het misschien wel afketsen. En in ieder geval kan de docent dus zelf het materiaal altijd hergebruiken. En je bent ook vrij om hetzelfde materiaal mee te nemen en in een ander platform aan te bieden. Mijn vraag is, je zei dat jullie duidelijk op bepaalde doelgroepen gaan richten. Zijn dat ook de doelgroepen die voor het normale onderwijs in aanmerking komen? Of is er duidelijk een verschil? Dat is wel de belangrijkste focus van de docent. Dus de studenten. Dat speelt natuurlijk toch mee. Want ergens moet natuurlijk op den duur ook de bekostiging vandaan komen. Dus je mikt ook wel op het aanspreken van mogelijke masterstudenten, summerschoolstudenten. Maar je mikt ook op doelgroepen die het zich niet kunnen permitteren. Die nu bijvoorbeeld naar summerschools komen met een beurs en die we nu misschien met deze MOOC kunnen bedienen. Dus dan kom je ook al op het gebied van professionals. Hè. Bijvoorbeeld bij Europees Recht kun je denken aan de juristen in Afrika die kijken naar de Europese Unie, hoe dat opgezet is, wat zij daarvan kunnen leren voor de Afrikaanse context. Dus dat is weer niet een typische student, maar die hebben we ook. En verder de breed geïnteresseerde, academisch gevormde deelnemer. Zijn er nog meer vragen? Jullie doen 6 video's per week, zei je. Hoe lang gaan die video's duren? Zit er grote variëteit in of houden jullie daar heel vast aan een bepaald stramien of een bepaalde lengte? Dat bepalen wij niet, maar de docent zelf, in het geval van Europees Recht, kiest voor filmpjes van 10, 15 minuten. En
We leren wel van de ervaring van Coursera dat dat een goede lengte is. Dat je daar niet, niet overheen moet gaan. We hebben nog tijd voor meer vragen, geloof ik. Hè? Ik zie nog een vraag achterin. Maar ja, ik vroeg me af of ik heb overheen geluisterd. Of je hebt eigenlijk voornamelijk verteld wat jullie gaan brengen. Maar alle reacties, hoe ga je die verwerken en in welke vorm? Oftewel, een MOOC is meestal bekend door het feit dat er zoveel gecommuniceerd wordt, dat er eventueel ook hele communities ontstaan, et cetera. Hoe gaan jullie dat inrichten? Wat wij met de communities gaan doen, die ontstaan rondom de cursus, dat is je vraag? Oké. Ik vind het mooie van Coursera dat hoe minder je probeert die communities te sturen, hoe meer de deelnemers ook eigenaarschap van die communities voelen. En Robert, jij noemde net het voorbeeld van een MOOC waarin die gestopt is ook omdat er te veel onduidelijkheid was op het en heel veel protest op het forum. En in dat geval was de docenten, zoals ik het zie, keek zij vanuit de manier naar onderwijs zoals je normaal gesproken online onderwijs ontwikkelt, waarbij je groepswerk stimuleert en mensen zich in groepen laat indelen. En dat soort zaken, de controle willen hebben over groepsprocessen, dat is waar het onder andere toen op afgeketst is. Want dat bleek niet te beheersen met die aantallen op Coursera. Dus om een antwoord te geven op je vraag, ik zie dat de docenten zelf nadenken over wat, ja, wat zij met die community willen. Er zijn ideeën over als de docent in het buitenland is voor een conferentie, dat hij dan de mensen uit die groep dat laat weten en lokaal hun ontmoet. Een andere, de docent van terrorisme, die denkt na hoe hij misschien wel een verzameling kan maken van argumentatie voor welke groepen zijn terroristen, welke groepen niet, op basis van academische argumentatie. Dus misschien wel iets van een wiki samenstellen die een eigen leven kan gaan leiden. Het hangt heel erg af van het onderwerp van de docent, maar in die richting denken we erover na. Hebben we nog tijd voor één vraag? Ja, ik ben wel even benieuwd, binnen de, jullie doen iets die MOOC, twee MOOC zelfs. Wat is het effect nu binnen de universiteit zelf? Welke discussie ontstaat? Want dat heeft landelijk al effect. Maar wat is nou de discussie binnen de universiteit? Je vertelde al iets over die peer grading. Maar kun je iets meer vertellen over dat mensen nou in de rij staan? Of dat het online onderwijs nu beter bij jullie gaat? Of het open courseweb project wat jullie doen? Heeft het effect op het leren, op het onderwijs, hoe jullie dat ontwikkelen? Ja, ik zie vooral discussies over wat is goed onderwijs. En de vraag, kunnen we bijvoorbeeld op de een of andere manier deze discussies ook voeren, of het ontwikkelen van een idee voor een MOOC, kunnen we dat onderdeel maken van een docentprofessionaliseringstraject? Het bijzondere is dat op alle niveaus wordt nou meegepraat over MOOCs. En het brengt een bepaald elan mee, wat ik tot nu toe nog niet heb gezien rondom bijvoorbeeld open courseware, hoewel dat eigenlijk ook prachtig is. Maar MOOCs brengen door de zichtbaarheid, en zeker op zo'n platform als Coursera, brengen ze veel aandacht, zowel van collega's, al van studenten, als van bestuurders mee. Nieuw elan. Ook natuurlijk veel vragen over kwaliteit. En hoe ga je zorgen dat dit echt een hele geslaagde course wordt. Dus ik merk dat docenten daar ook veel met hun collega's en met hun team over hebben. En zelfs discussies over open. We hadden een gesprek met het team van een van deze docenten. En daar
kwam de vraag, stel dat het boek van die uitgever, dat Coursera, die onderhandelingen, dat niet lukt. Wat dan? Nou, toen bleek dat een van die docenten, bij rechtengever, veel docenten hetzelfde vak, die gebruikte allang, omdat er een keer een boek niet te bestellen was, een hele trits aan open access artikelen. Dat wisten ze niet van elkaar. Dus opeens komt dat door deze gesprekken ook naar boven. Ja, dat soort effecten zien we. En plus aandacht voor, kunnen wij MOOCs, kunnen wij open content ook in ons eigen onderwijs neerzetten. Als je een docent vraagt, wat is er op jouw vakgebied al op Coursera of op edX? En zouden jouw studenten dat misschien ook gaan volgen? En wat betekent dat voor jouw vak? Dat zet docenten aan denken, dat is prachtig. Ja. Ik zie nog één vraag. Jij bepaalt. Ik vroeg me af of dit initiatief ook effect heeft op e-learning in meer bredere zin. Dat het wordt, dat er een discussie gaande is of om dat meer in te zetten in het meer reguliere onderwijs. Ja, ik denk dat vooral in de zin van zou je een MOOC van een ander ook in je eigen onderwijs gaan inzetten. En bijvoorbeeld de elementen van een MOOC, de videocolleges bijvoorbeeld, hè, met wat multiple choice vragen. Dat wordt nu ook ingezet in een ander vak, die dat niet voor de hele wereld zichtbaar doet. Maar het flipped classroom idee, dus die is reguliere colleges nu aan het opnemen. En die gaat de contacturen besteden aan werkbezoeken, gastdocenten, veel actiever. De zaken waarvan hij zegt, normaal gesproken kwamen we daar niet aan toe. En die kan die nou doen. Dat is ook een van die voorbeelden die wij heel goed begeleiden en goed willen evalueren. Omdat dat, ja, als dat een succes wordt, dan helpt dat de discussie veel verder. Dus het spreekt nu vooral de voorlopers aan die opeens kansen zien en mogelijkheden. En wij proberen dat vooral goed te faciliteren. Oké. Veel dank voor Marja.